Wat kan het die man in godsnaam schelen hoe lang mijn baard is? En dat is toch ook een soort ziekelijke afwijking. Hè? Dit is toch ook in het genre van hij zit er zo lullig bij. Heeft hij maar één overhemd? Nou ja, gaan ze maar door. Het verlossen, kunt u mij horen? Zitten nou al die talkshows, zit Op 1 daar nu ook weer? Want ze zaten eerst in Amsterdam, toch? Ja, Op 1 zat Dennis per 1 januari volgens mij van dit jaar naar het Mediapark vertrokken. En die hebben daar beneden ook een van de ongezelligste gezellige ruimtes ter wereld gecreëerd. Bovendien is het zeker omdat ik de afgelopen weken zo bar slecht ter been was. Niet waar. Is het wel vrij hopeloos dat ze daar geen behoren. Het is één grote trappenbende daar. Moet je dus uit die ongezellige ruimte moet je een heel lullig trapje naar boven. Jongen, ik ben heel traag naar boven, stapje voor stapje naar boven gesukkeld. Het is een wonder dat we je nog op tv hebben gezien dus. Zo kun je het rustig zeggen. Een wonder en een offer, nietwaar. Wat gebracht is aan mijn gebrekkige mobiliteitsgegevens. Ja. Hey, Thomas van Groningen, ben je die ook nog tegengekomen? Die verslaggever van de politiek? Ja, die zat tegenover mij. Ja, leuke gast is dat, hè? Ja, geweldig. Bovendien heeft hij ook meegedeeld dat hij regelmatig naar de podcast luistert. Ja. Hij is de presentator van die podcast awards. Oh, nou dan ben ik wel benieuwd. Hoe die uit die chaos iets zal weten te puren. jongen. Ja, nou, dus laten we bij deze beste Thomas veel sterkte met die 65 genomineerde podcast. Ja, en nog eventjes één vraag over Melkert. Hoe ken jij hem? Want er zijn mensen die zeggen, het is echt ook wel een man met humor, die echt ook wel vilijn en gevat uit de hoek kan komen. Ja, ik ken Melkert helemaal niet. Eerlijk gezegd, het kan zijn dat ik hem ooit wel eens de hand geschud heb. Want dat, ja, dat ligt een beetje besloten in het feit dat je in het publieke theater optreedt. Maar ja, volgens mij had Melkert als minister een prima reputatie. Ja, dat Melkert niet de man was om, laten we zeggen, de vlotte populisten uit te hangen, dat is wel duidelijk. Maar ja, dat kun je ook als reclame zien. Maar in dit seizoen in de Nederlandse politiek kwam dat bijzonder slecht uit. Dat Melkert een intelligente man was, dat staat buiten kijf. Ja. Ik begrijp dat wel veel LPF'ers van toen weer heel heftig hebben gereageerd op dat interview. Want die zijn natuurlijk weer allemaal ontstemd. Ja, dat zou best wel. Ja, dat klopt precies. Elke keer als ik ook iets schrijf over Fortuyn wat niet positief is, dan ontbranden ze onmiddellijk. En is het kinderachtig en nou ja. Ja. Waarbij je dus, nou ja, nogmaals, wat ik vaak al over gesproken heb. Fortuyn was meer dan alleen maar een nieuwe politicus. Fortuyn was de belofte dat alles anders zou worden. De einde, de verlosser. Ja. En ja, sinds die tijd hebben we dus een hele zwik van die verlossers over ons heen gestort gekregen. Ja. En dat komt natuurlijk omdat een deel van het electoraat heel gevoelig is voor dit soort van figuren. Ja. Vind je Richard de Mos ook een verlosser? Nee. Richard de Mos is een kleine handige krabbelaar. Ja, hij is wel heel blij dat die rechtszaak eindelijk begonnen is nu, hè? Ja, ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. Ja, ja. Volgens mij, nu hebben ze één zitting gehad en nu duurt het weer tot januari voordat het verder gaat. Dus, ja, die dingen, weet je niet of die van Rij, dat heeft ook eindeloos geduurd. Ja, ja. Met als gevolg dat die een hele eigen beweging gestart is, die nu geloof ik de grootste partij ter plekke is. Ja, ja, ik, bij de Mos moet ik steeds denken aan Rita, want hij ging met Rita toch wat doen. Die ja, Rita verlangde zo naar een nieuw optreden in de publieke ruimte, dat ze zich bij de Mos heeft aangesloten, wat ik eerlijk gezegd niet erg verstandig vond. Ja. Hey, even een paar vragen / opmerkingen. Rinus Vanes, ken je die toevallig? Die woont ook op Texel. Nee, dat zegt me niet zo 1, 2, 3 wat. Oké, okay, hij heeft namelijk... Ik woon overigens niet op Texel natuurlijk. Ik ben op Texel met vakantie. Precies, maar je broer woont daar wel. Kan je overigens melden. Ik draai me nu even om op mijn canapeetje. Maar het is hier ongelooflijk klote weer. Hier ook het hoor. Het lijkt ietsje beter te zijn geworden. Okay. Ik zie nu licht in het westen.
Okay. Een streepje licht in het westen. Oké, okay, nou blijf goed in de microfoon praten, wat we weer goed kunnen horen. Tot zover het weerbericht. Maar die Rinus die zegt in ieder geval, hij zegt als je nou op Texel bent, dan is er een heel fijn tentje waar je goede croissants kunt krijgen. Omdat jij zei, de Nederlandse croissants zijn niet te vergelijken met de Franse. En even kijken, dat zit in Den Burg, dat tentje. Ja, maar dan moet ik weer naar Den Burg en bovendien moet ik daar gaan winkelen. En ik weet niet of je dat wist, maar ik heb een ontzaglijke hekel aan winkelen. Okay. Van winkel naar winkel slenteren door het centrum van een dorp. Dat vind ik het ergste wat er is in deze wereld. Ja. Ja. Dus ja, ik kan mijn familie erop uitsturen. Die zullen ongetwijfeld ergens in de loop van de dag gaan winkelen ergens. Dat ik zal ze... Stuur ze naar Den Burg. Zijn. Daar moet je naartoe. Hoe heette die zaak nu? Even kijken, heeft ze er ook bij gezet. Dat heet daar de Texelse Branding. De Texelse Branding, oké. Okay. Ik had verstaan de brandweer. ik zal het doorgeven aan de autoriteiten hier. Ja. Dan een interessante casus van Hans Boonstra. Die zegt, ik ben zelf vrij groot, namelijk bijna 2 meter. En ik was op de lagere school ook al groot ten opzichte van mijn klasgenoot. En daarom heb ik mij nooit echt hoeven te verdedigen. Met als gevolg dat ik nu heel rustig ben met een houding van ach laat maar. En ik ben ook niet gauw op mijn tenen getrapt. Als ik nou kijk naar de kleine wereldleiders, dan noemt hij Poetin, Sarkozy en nog een paar anderen, dan zijn dat allemaal kleine types. Hij vraagt of er een verband is tussen de lengte van iemand en het gevoel dat je jezelf wil bewijzen en misschien ook wel een tikkeltje agressief bent. Ja, dat is een klassieke casus natuurlijk, die teruggaat op het op zichzelf of volkomen onjuiste gerucht dat Napoleon klein was. De kleine keizer, zal ik maar even zeggen. Maar Napoleon was niet klein. Napoleon was 1,68 meter. En dat was in zijn tijd, was dat heel redelijk. Wat betreft de lengte van de gemiddelde man, laat staan voor een Corsicaan, was het zeker een volkomen normale mannelijke lengte. En ik zou ook graag, Poetin maakt wel de indruk dat hij klein is. Maar het kan natuurlijk ook iets te maken hebben met het feit dat andere wereldleiders, laten we ze even voor het gemak, maar tussen aanhalingstekens zo noemen, dat die wat groter zijn. Dat weet ik niet precies. Ik zou maar zeggen, Rutte is vrij groot, naar mijn idee. Nou ja, Hoekstra is hartstikke lang. Niet dat nou wereldleiders zijn. Die is wel rustig. Een beetje retorische ontsporing, mijnerzijds. Trump is groot. Joe Biden is ook aan de grote kant. Je zou eigenlijk Poetin moeten vergelijken met de modale Rus. Is hij kleiner dan de modale Rus? Is Sarkozy bijvoorbeeld kleiner dan de modale, enigszins nerveuze Fransman? Sarkozy was natuurlijk ook een beetje een opgewonden standje. Maar dat kan ook een cultureel trekje zijn natuurlijk. Dus ja, ik feliciteer die man die deze vraag heeft gesteld met zijn lengte. En de rust die dat hem kennelijk gebracht heeft. Maar of dat nu ook geldt voor die wereldleiders. Ja, ik zit even te denken aan kleine wereldleidertjes. En god, ja, hoe lang was Adenauer, de rust zelf? Nou, Hitler was ook heel klein, toch? Niet uitzonderlijk klein. En zeker niet voor iemand die geboren was in de late 19e eeuw in een Oostenrijks dorp. Dus dat... Ik zou even na moeten kijken hoe lang Hitler was, maar hij was niet dwergachtig, zal ik maar zeggen. In de omgeving waaruit hij komt, was hij geen dwerg. Dus ik zou voorzichtig zijn met generalisaties op dit punt. Te meer omdat natuurlijk Nederland op dit punt ook een nogal unieke rol speelt, omdat wij, ik geloof, tot op heden gemiddeld de langste mensen op aarde zijn. Wat je ook altijd treft als je met een hele groepje Nederlanders in Amerika bent, hoe lang wij gemiddeld zijn. Ja. En wat is jouw indruk van de lengte van de studenten die je hebt gezien? Ja, die worden steeds langer en langer. Ik had zeker, ja, in wat latere jaren, waren er steeds studenten waarvan ik het gevoel had dat ze een kop groter waren dan ik. Dus dat je al helemaal vanaf onderen naar boven moet kijken. Maar goed, mijn chef die was een stuk kleiner dan ik. Die was ook, die had wel iets van een nerveuze wereldleider. Dit is een voor de hand liggende generalisatie waarvan ik betwijfel of die juist is.
Ik heb hier nog, misschien heb je dat ook wel gezien, de Kamervragen. Weet je dat nog? Die Van Haga heeft gesteld. Ja, precies. Daar is nu een antwoord op gekomen. Oh, ja, dat weet ik. Die heb ik gelezen. Laten we ze er even bij pakken. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Oesloe, die heeft geantwoord. De eerste vraag van Van Haga was, bent u bekend met de recente uitspraken van Maarten van Rossum in het programma De Slimste? En is het antwoord op ja. Ja, dat klopt dus. Ja, wat was het ook alweer? Wat waren de uitspraken ook alweer? Want het was op 3 augustus is de brief ingestuurd, zie ik. Ja, ik had gezegd dat gezeik over dat de huwelijkse ruzies van Johnny Depp en zijn echtgenote, zeker Amber Heard, dat we dat behoorlijk de keel uit begon te hangen. En dat ook de buitensporige aandacht daarvoor ook in de internationale pers mij dus als volkomen achterlijk voorkwam. En toen zei ik uit de losse pols, wat mij betreft, schieten ze die Depp dood en begraven ze hem op een anonieme plek. Dat had ik gezegd. Ja. Daarmee natuurlijk, ja, het was duidelijk dat een beetje een retorische formule was om duidelijk te maken hoe ongelooflijk irritant dat eindeloze gelul over de huwelijksproblemen en de ziektes en het kauwgommerk van bekende persoonlijkheden is. En dat je denkt, kunnen we daar niet voor gespaard blijven? En dan zegt iedereen altijd, ja, je hoeft dat niet te lezen, maar als je bijvoorbeeld zoals ik even kijkt naar Google News of zelfs mijn favoriete programma, Teletext heeft wel eens van die mededelingen dat je denkt, dit hoort hier helemaal niet. Hè? Nou, vanuit dat perspectief had ik dat gezegd. En je begrijpt dat die Van Haga, die natuurlijk dolgraag de publiciteit zoekt, omdat hij de bui wel ziet hangen bij de volgende parlementaire verkiezingen, die dacht van, fijn, ik ga daar vragen over stellen, want hij weet net zo goed als jij en ik dat hij verder geen bal te vertellen heeft over de inhoud van de publieke media. Dus het was natuurlijk per definitie flauwekul. Dus zo heb ik het ook altijd gezien. Ook jij, ik was natuurlijk wel trots dat een Kamerlid vragen over mij had gesteld. Net zo goed als ik ooit vaker trots was dat de Telegraaf lang, lang geleden een enorm kritisch stuk over mij op de voorpagina had gezet. Dan dacht ik ook van, nou, kijk eens aan. Mijn leven is nu reeds voltooid. Waar ging dat over dan, dat stuk? Ja, over het feit dat ik Reagan en zijn vrouw Nancy beledigd had. Tijdens mijn commentaarsessie voor de inauguratie van Bush senior. Dus moet je voorstellen hoe lang dit geleden is. Dit is 20 januari 1989. Ja, maar daar waren ook bij de omroep, kan ik me herinneren, klachten over binnengekomen. Oh, maar terwijl we daar in deze studio zaten, er waren al honderden klachten binnengekomen. Ja. Terwijl voor mijn gevoel ik had wat luchtig commentaar gegeven, maar het was niet. Ik had gezegd dat Billy Graham sprekend op het monster van Frankenstein leek, waar die over zo sprekend op leek. Dus er was zelf niks bijzonders aan die observatie. Nee. Okay. Maar goed, ik heb dat al weet ik hoe vaak verteld. En ja, soms ergert men zich aan mijn toon. Ja. Dat kan gebeuren. En Van Haga dacht natuurlijk, oh fijn, ik ga dit varkentje even wassen, want daarmee kom ik in de publiciteit, volgens mij. Moet hem dat enorm tegen zijn gevallen. Ja, daarom moeten we er nu ook niet te veel aandacht aan besteden. Nee, precies. Maar de antwoorden van Oesloe zijn ook niet heel schokkend, want op de uitspraken, de reactie die daarop volgt is van, het valt onder de pluriformiteit. Hè, die onderdeel is van de wettelijke taakopdracht van de publieke omroep en het is niet aan mij om een oordeel te geven over de inhoud van de afzonderlijke programma's of uitlatingen. Zo is het maar net. Ja. Hij wist natuurlijk precies dat de staatssecretaris dit ook zou zeggen. Dus ja, het is eigenlijk... Het valt Van Haga te verwijten dat hij een of andere ambtenaar een hoop nutteloos werk bezorgd heeft. Ja, van ons geld. Van onze centen, zoals dat zo treffend heet. Ja. Je begrijpt dat die Oesloe al die pagina's lulkoek niet zelf heeft opgeschreven, maar dat een of andere arme ambtenaar daar een dag aan heeft moeten besteden. Ja. Vraag 4 is trouwens, dan daarna houden we erover op, maar wat verdient Van Rossum bij de Nederlandse publieke omroep? Ja, dat had ik al 100 keer verteld. Dus dat is een beetje het vragen naar de bekende weer. Ja. Hij schrijft in ieder geval in het antwoord, de KRO NCRV heeft mij laten weten dat de vergoeding van de heer Van Rossum binnen de geldende beloningsregels valt. Ja, zonder meer. Ja.
Oké. Okay. En nog even een ander nieuwtje is dat Balkenende minister van Staat is geworden. Ja. Ja, ik tot mijn verbazing zag ik dat er 134 mannelijke leden van de ministers van Staat zijn en 4 vrouwen ministers van Staat zijn. Daar keek ik van op, eerlijk gezegd. Ja, volgens mij is het toch voornamelijk een herenbaantje, maar als je mij nou vraagt wat doet zo'n minister van Staat, dan durf ik dat op dit moment niet met grote precisie in te vullen. Nee, maar dan is toch wel knap dat je van de krokettenmotie ineens minister van Staat wordt. Hè? Dan heeft hij toch nog ver geschopt. Nou, gaat het eigenlijk van de krokettenmotie naar het ministerpresidentschap. Dat is natuurlijk de interessantste beweging. Als er nou iemand geprofiteerd heeft van Fortuyn en daarmee maken we deze uitzending weer rond, dan was het natuurlijk wel Balkenende. Want door de enorme klap die de zittende regeringspartijen kregen, en het CDA, vergeet dat niet, was in de paarse jaren een oppositie, heel veel mensen die ook eigenlijk niet tevreden waren, maar niet op Fortuyn durfden te stemmen, hebben toen op het CDA gestemd. En dat betekende niet waar dat Balkenende premier kon worden. Ik geloof dat ze in de partij nog zeiden, we hebben liever Donner. Maar dat hij gezegd heeft, ja wacht nou even, Donner op. Donner, want ik was de lijsttrekker, dus huppakee. Ja. Als ik het me goed herinner allemaal, zo is het gelopen. Dus de grootste profiteur van Pim Fortuyn was Balkenende. Ja. Die naar men zei, of naar ik wel eens heb gelezen, het met Fortuyn op een akkoordje had gegooid. Hmm. Ja, nou ja, ik heb toch al verteld dat ik hem laatst op een conferentie trof, Balkenende, en dat ja, we moesten daar dan zogenaamd Engels spreken, dan een beetje flauwekul bleek dat te zijn. Ik heb ook tenslotte gewoon Nederlands gesproken, maar goed, Balkenende sprak Engels en van al die Engelse woorden achter was te zijn A, de beste, en B, de geesterste. Dus ik ja. Vond dat hij daar goed wegkwam. Ja. En die minister van Staat is een soort van adviseur, hè? Dus die kan ingeschakeld worden als er een heel belangrijk of zwaar vraagstuk is. Dus wat dat betreft zou Remkes hier ook wel voor een aanmerking komen. Ja, maar die komt er, ik weet niet, zou Remkes dat dan niet zijn? Dat is vraag 1. Nee, je ziet er niet tussen staan. Kijk, zolang Remkes er is, hoeven we die ministers van Staat hebben die ook niet nodig. Het is duidelijk dat Remkes in principe voor elke crisis de geknipte en geschikte figuur is. Ja, ik wil even te kijken. Hij staat er niet tussen. Wel Jan Doop Scheffer zie ik staan. Els Borst was het ook. Donner, die noemde jij al. Dus nee, Remke staat er nog niet tussen. Ja, Donner was de vicevoorzitter van de Raad van State. Dus dat is nog wel. Remke staat er niet tussen. Nou ja, dat zo zie je maar weer. Terwijl Remke is eigenlijk onze redder in de nood is. Ja. Cenk Willink natuurlijk, die staat er ook bij. Terecht. Andere redder in de nood. Het zijn al die bejaarde mannen eigenlijk. Hè. Je ziet zodra mensen boven de 70 zijn, dan beginnen ze heel langzaam verstandig te worden. Ja. Even kijken. Een vraag van Juriaan de Vries uit Groningen. Meneer Van Rossum, wat weet u van het Noord-Afrikaanse theater van 1941 tot 1943? En denkt u dat het enig voordeel heeft gehad voor de Axis als ze deze gewonnen hadden? Ah, ja. De vraag is of ze het hadden kunnen winnen. Ik bedoel, ja, ik dacht eerst theater met acteurs en zo. En coulissen en al die fijne dingetjes. Maar daar gaat het dus niet over. Dit is toch, laten we zeggen, Montgomery en Rommel, als ik het allemaal goed begrijp. Mm. En daar weten we van alles van. En dat is een hele complexe zaak op zichzelf. Die uiteindelijk positief is afgelopen. In de zin natuurlijk dat, ja. Montgomery had het voordeel van die Enigma-machine dat hij een aantal dingen over de Duitsers van tevoren wist. En dat heeft een rol gespeeld bij El Alamein. Maar het feit is natuurlijk dat je af kunt vragen of Rommel daar op de lange termijn had kunnen triomferen met zijn 2000 panzerdivisies op zichzelf. Is indrukwekkend wat Rommel met die 2 divisies heeft weten aan te richten. Gedurende de tijd dat hij ook goed bevoorraad was, werd voor zijn. Wat zijn toch die watervallen die je op de achtergrond maakt? Sorry, dat is het toilet wat je hoort. Oh, dat is het. Nou ja, dus ja, ik wil daar wel eens iets over zeggen, omdat natuurlijk
in allerlei opzichten een rommel met zijn twee panzerdivisies ook nog eens demonstreert. Demonstreerde, niet waar, de tactische en vaak strategische superioriteit van de Duitse Wehrmacht. Maar op termijn kon Rommel dat conflict niet winnen, naar mijn idee. Hitler had die twee panzerdivisies gestuurd omdat die Italianen natuurlijk nooit iets klaarmaakten. Zodra het Italiaanse leger 10 kilometer afstand een manke Engelse soldaat zag, capituleerden ze. Nou, dit is wel een beetje een flauwe omschrijving, maar goed, het Italiaanse leger presteerde niet veel. En daarom had Hitler die ter steun, ter ondersteuning van die Italianen, die... Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik ben er nog, zeker. Ja, omdat ik nu steeds tuut hoor in mijn telefoon. Oh, dat is waarschijnlijk iemand anders die jou probeert te bellen. Oké. Dan negeer ik de tuut in principe. Ja, zou ik gewoon doen. Ja, ik wil best wel eens iets aan Noord-Afrika doen als men dat interessant vindt. Kijk, Noord-Afrika heeft eigenlijk buitenproportionele aandacht gekregen in de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog. Omdat het eigenlijk de eerste plek was waar de Engelsen daadwerkelijk iets wonnen, uiteindelijk. Maar ook daar bleek nogmaals dat de tactische en strategische superioriteit van de Duitse Wehrmacht, als ze althans behoorlijk bevoorraad werden en konden doen wat ze wilden. Hmm, precies. Oké, dan ga ik nog even naar een paar andere vragen kijken. Dit is Pieter Filippart uit Eindhoven, die refereert aan het telefonisch wachten op een medewerker. En hij zegt, ja, ik snap de ergernis wel, maar er is wel een logische verklaring voor en die legt hij uit. Hij zegt, het heeft alles te maken met vraag en aanbod. Een klantenservice is voor bedrijven, zegt hij, en ook voor semi-overheden een grote kostenpost. En als het aanbod van beschikbare medewerkers de vraag van de telefonische klanten overschrijdt, dan ontstaan er momenten dat de medewerkers zitten te wachten totdat er iemand belt. Nou, dat is simpelweg te duur. En daarom zorgen de organisaties dat de klant moet wachten totdat er een medewerker beschikbaar is. En op die manier benutten ze hun resources optimaal en houden ze de kosten dus zo laag mogelijk. Dat is de uitleg van hem. Ja, die uitleg zal denk ik wel grotendeels kloppen. Maar dat vind ik een waardeloze klote uitleg. Want dan moet er maar wat meer geld worden gestoken in de klantenservice. Want waarom functioneerde de klantenservice 25 jaar geleden prima? Omdat ik altijd mevrouw Jansen van de Krediet- en Effectenbank meteen aan de telefoon kreeg. Kennelijk zat ze op mij te wachten. Dat zal misschien een kostenpostje zijn geweest, maar zo hoort het te zijn. En niet dat gezeik met van er zijn nog 17 wachtende voor u. Of we doen alle denkbare moeite om u zo spoedig mogelijk te helpen met dan zo'n klootmuziekje erbij. Nee. Dan geven ze er maar wat meer aan uit. Hè. Zeker die banken die miljarden verdienen, die zouden zich inhalen. Ik weet, ik kan hier nog wel wat voorbeelden geven. Niet waar, die hele efficiëntieslag, daar is ook naar mijn idee een eind aan. En ik ben dus niet van onder de indruk. En dat geldt hetzelfde voor onze overheid. Onze overheid dient, als die opgebeld wordt door iemand die per slot van rekening een burger is in Nederland, ook zo snel mogelijk en adequaat mogelijk te reageren. Je weet dat je daar bijvoorbeeld de belasting helemaal niet meer kunt bellen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dan moet het maar wat meer kosten. Ik ben niet onder de indruk van theorieën over extreme efficiëntie. Dan moet het maar een beetje minder efficiënt. Dan zitten ze misschien wel eens even te wachten. Misschien lezen ze dan wel een goed boek, wie zal het zeggen. Dus nee, strikt technisch heeft de vraagsteller gelijk, maar in Großen und Ganzen, als filosofie, deugt het voor geen meter. Dan hebben we Brian Buitink, hij komt uit Enschede, en dit is op zich wel een grappige vraag, Maarten. Worden er eigenlijk ook wel eens wetten weer afgeschaft? Je hoort vaak dat er een nieuwe wet komt, hier en daar, en dat er ook nieuwe regels en beperkingen zijn, maar worden er ook wel weer eens wetten afgeschaft die achteraf toch niet nodig blijken te zijn, of misschien helemaal niet werken? Afgezonderd van de coronawet en regels, zegt hij. Ja, volgens mij gebeurt dat op vrij grote schaal. Soms worden nieuwe wettelijke regelingen getroffen voor een probleem wat al lang bestaat. En dan wordt de oude wetgeving ter zake, die wordt opgedoekt. Dat gebeurt volgens mij met enige regelmaat. Ik denk dat ook, we hebben onlangs nog de verkeersregels gewijzigd.
ik weet eigenlijk niet, hè, het is de bekende verkeersregels die de Duitsers ons gegeven hebben in de Tweede Wereldoorlog, namelijk dat snelverkeer altijd voorrang heeft, dat hebben we gewijzigd, zo moet je nu van rechts komende fiets moet je voorrang geven. Trouwens, als je in een studentenstad woont, kun je beter ook van links komende fiets voorrang geven. Niet waar, aangezien studenten zich op geen enkele wijze houden aan de verkeersregels. Maar dit terzijde, ja, dus dat gebeurt wel eens, zeker. We moeten misschien even een voorbeeld opzoeken van een wet waarbij dat gebeurt, inderdaad. Dus nou, dat zal vast ook wel op Wikipedia staan, vermoed ik. Dat denk ik wel. Zeker bijvoorbeeld al die wetten van Rutte 2, om maar eens een praktisch voorbeeld te geven. Dat waren bijna allemaal wetten die bestaande wetgeving vervingen. Dus die bestaande wetgeving is bij die gelegenheid opgedoekt. Ja. Dan hebben we hier Edwin Heijnen. Die was tijdens het sporten aan het luisteren. En toen ging het over de zonde van Onno Hoes. Hij zegt, ik heb het niet helemaal meer helder op mijn netvlies. Maar de jongen waarmee Hoes een date had of seks had, die was meerderjarig. Het was misschien niet helemaal netjes richting de partner van Onno Hoes, maar dat is toch iets tussen Onno en zijn partner, zegt hij. Waarom moest hij dan toch opstappen? Als iedereen die ooit vreemd is gegaan ontslagen moet worden, dan heeft bijna niemand meer een baan. Daar heeft die jongen natuurlijk groot gelijk in. En dat hij dat allemaal bedacht heeft tijdens het sporten is extra indrukwekkend. Natuurlijk dat zijn hersens daarbij zijn blijven werken, klaarblijkelijk. Maar in mijn herinnering was het zo dat Onno Hoes al bij een eerder incident betrokken was op dit punt. Afspraken met een beetje rare personen. Hij was beslotrekening de burgemeester van Maastricht. En dat hij toen met de hand op het hart had beloofd aan de raad dat hij het niet meer zou doen. En vervolgens opnieuw betrapt werd met een jongeling die duidelijk niet solliciteerde naar een belangrijke functie bij de gemeente Maastricht. En toen, was er verontwaardiging en moest hij aftreden als burgemeester. En ik vond dat gek, omdat ik dat prachtige burgemeestersvertrek had gezien en dacht van, nou ja, had hij ze nou niet even een tijdje in kunnen houden? Dat was eigenlijk mijn enigszins kinderachtige bezwaar. Hetzelfde wat ik in de tijd bij Bill Clinton had, en dan ben je president. En dan leg je het aan met een stagiair die de pizza kon brengen. Dat is wel vrij stom toch, omdat je natuurlijk de knopen van je vest kunt aftellen. Dat die pizza-courier in een toestand van grote opwinding aan Jan en Alleman gaat vertellen wat er gebeurd is. Wat ze ook daadwerkelijk gedaan heeft. En dan vind ik het stom dat je dat als president doet. Ja, kijk, als ambteloos burger mag hij volgens mij, van mij mag hij het met iedereen doen, met wederzijdse toestemming. Maar als president vind ik het gewoon ronduit stom. En als burgemeester vind ik het ook ronduit stom, sorry. Ja, ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen, hè? Want bij de VVD is hij dus niet de voorzitter geworden. Overigens was hij in Haarlemmermeer de burgemeester en niet in Haarlem, zoals ik zei. Dus dat wordt ook nog door mensen correct opgemerkt. Maar nu, bij de NVM is hij ook weg. Volgens mij. Ja, hij heeft allerlei keurige betrekkingen vervuld in de afgelopen jaren. Dus ik heb verder mijn hoes, die zou wel op zijn pootjes terechtkomen, denk ik. Jasper de Lange, die zegt, ik vroeg mij af of het ook mogelijk is om een politieke partij aan te klagen. En dan noemt hij toeslagenschandaal en de toestand in Groningen. Hij zegt, de VVD speelt hier steeds vaker een centrale rol in. Aangezien een parlementaire enquête weinig nut heeft, vroeg ik mij af of een rechtszaak tegen de VVD een mogelijkheid is. Ik weet het niet, dat zal technisch wel mogelijk zijn. Je kunt ook tegen organisaties procederen. Nou is bijvoorbeeld die toeslagenaffaire, als je daar een beetje in verdiept, dan blijkt eigenlijk dat de wortels van de toeslagenaffaire aanzienlijk dieper reiken dan zelfs de wel zeer langdurige minister-presidentschap van Rutte. De problemen daar zijn al ontstaan, als ik het maar goed meen te herinneren, in 2005, toen een wet is aangenomen over, laten we zeggen, subsidies uitgekeerd aan mensen en hoe dat het best beheerd zou kunnen worden. En daarbij ontbrak een zogenaamde hardheidsclausule, in die zin dat als dat beleid, dat strafbeleid, onaangename gevolgen zou hebben, dat je er dan van af zou kunnen zien. En daar is toen al tegen gewaarschuwd, bij mijn weten, en toen heeft de regering, ik denk maar op Balkenende, of althans een kabinet Balkenende, heeft zich daar niets van aangetrokken.
Overigens, ja, ook later, ook de Brenningmeijer heeft bij het begin van de toeslagenaffaire al gezegd, joh, wat maak je druk over, er is wel fraude, maar die is relatief beperkt, er is helemaal geen reden om zo half gaar van start te gaan als jullie gedaan hebben. Dus ja, het blijft een wonderlijke, ja, een obsessie is het geworden voor het ministerie en de direct betrokkenen. Maar nogmaals, de wortels van die toeslagenaffaire, die steken dieper dan Mark Rutte. Oké. Dan hebben we Lisbeth Pietersen, die heeft jou gehoord bij 7:30. En jij schijnt daar gezegd te hebben dat je helemaal idolaat bent van ondergelopen en geploegde akkers. En voornamelijk maisakkers. Ja, dat was een verwijzing naar mijn zuster. Want ze vroegen natuurlijk, mist u uw zuster? En toen legde ik uit dat ik op allerlei momenten, onvermijdelijkerwijs aan mijn zuster denk. Per slot van rekening de persoon die ik het langst gekend heb, die nog leefde. En mijn zuster was heel gevoelig voor geploegde akkers, zoals die er in de herfst bij kunnen liggen. En ik ben daar ook heel gevoelig voor. En zodoende heb ik dat verhaal verteld over de esthetica van de geploegde akker of van het lege maisveld. Laat staan hier op Texel, waar je dan het lege maisveld passeert, en dan zitten er ook nog 250 ganzen op, wat ik extra leuk vind. Ja, zij maakte dus tekeningen, schilderijen, foto's van, dus dat wilde ze even laten weten. Ze vond het leuk dat jullie daar een gedeelde passie hebben. Ja, dat hadden wij. Oké, Robert Mulder dan nog, die zegt, ik heb Maarten bij Op 1 gezien en zijn baard is te lang en te uitbundig. Dat klopt. Ja, dat klopt wel. Ja, ik heb hem. Ik knip mijn baard met enige regelmaat met een schaartje, maar ik was daar niet zo toe gekomen. En bovendien dat Op 1 belde op het allerlaatste moment. Dus ik had ook geen tijd meer om het te gaan knippen. Want eerst moest ik naar 7:30 en toen. Nou ja, dus excuses. Ik heb nu ook besloten om hem heel lang te laten groeien, zodat ik eventueel bij de Sinterklaas al een echte Sinterklaasbaard heb. Ze hebben toch bij die tv-programma's altijd van die visagistes? Misschien, die hebben toch ook altijd een schaartje bij? Als je het vraagt, dan zullen ze het zeker doen. Maar ik ben helemaal geen liefhebber van gefiemel aan mijn hoofd. Nee. Dus ik ben, ik stel de visagistes op hoge prijs, maar gefiemel aan mijn hoofd en weet het, dingetjes in je haar en dat vind ik allemaal niks. Oké. Dan hadden bovendien vraag ik me af, wat kan het die man in godsnaam schelen hoe lang mijn baard is? Ja, dat is toch ook een soort ziekelijke afwijking. Hè? Dit is toch ook in het genre van hij zit er zo lullig bij. Heeft hij maar één overhemd? Gaan ze maar door. Oké, nou dan moet Robert maar even op. Hij doet het wel niet anoniem, dus, want hij zet ook zijn e-mailadres erbij. Nee, dat is prijzenswaardig. Ja. En Remco Mulder die laat ons weten dat Schumacher nog steeds in coma ligt op zijn landgoed in Zwitserland. En volgens zijn familie is hij niet bij kennis, maar lichamelijk is hij er wel. En Mick Schumacher, dat is de zoon van Michael Schumacher, en die rijdt nu ook Formule 1. Dus, ja, zonder veel succes overigens. Ja. Even kijken. Dan hebben we nog een vraag over het rechtssysteem in Amerika. Zou Maarten eens kunnen uitleggen hoe het rechtssysteem in elkaar zit? Want het komt grote god man, dat is extreem gecompliceerd. Ik wil wel eens, laten we zeggen, het skelet daarvan bekijken en uit de doeken doen, maar ik kan hem verzekeren dat het echt extreem gecompliceerd is. Maar wil je een keer een poging doen om het uit te leggen, of begin je dan niet aan? Nou, misschien kunnen we eens een. Je hebt in Nederland volgens mij wel juristen die goed op de hoogte zijn van de Amerikaanse rechtspleging. Omdat we natuurlijk met enige regelmaat, zeker ook bedrijven, te maken hebben met Amerikaanse rechtspleging. Je kunt het niet negeren, zal ik maar zeggen, Amerikaanse rechtspleging. Ik zal eens naar kijken. Als ik het heel ingewikkeld vind en niet interessant genoeg, dan doe ik het niet. Maar als het op een enigszins redelijk niveau kort valt uit te leggen, zal ik het wel doen. Wat ben je nu aan het lezen op vakantie? Ah, ja, ik lees een enorm dik boek. En dat heet Slouching Towards Utopia. Wat zoiets betekent als lummelen in de richting van de utopie. En dat is een boek met een heel verrassende startpunt.
namelijk de lange 20e eeuw. En nou ja, in historische kring was er een normaal en geaccepteerd begrip, is de zogenaamde korte 20e eeuw. Dus die begint in 1914 en die stopt in 1989, dus die is in feite maar 75 jaar lang die eeuw. Maar dit is de lange 20e eeuw, die begint naar de opvattingen van de auteur, die Brad DeLong heet, begint die in 1870 en loopt die tot en met 2010, als ik het wel heb. Ik nader het einde, maar ik heb nog niet het allerlaatste hoofdstuk gelezen. En eigenlijk is het een analyse in het bijzonder van, laten we zeggen, de unieke technologische en industriële ontwikkeling die zich in die lange 20e eeuw heeft voltrokken. Waarom begint die in 1870? Om de eenvoudige reden dat dat volgens de auteur het punt is waarbij voor het eerst de zogenaamde Malthusiaanse valkuil dichtgegooid is, om het maar even verder in overdrachtelijke zin te zeggen. Wat is de Malthusiaanse valkuil? Is dat in de loop van de geschiedenis steeds, als het productiesysteem beter ging functioneren, de mensen vanzelf ook meer kinderen kregen en dat altijd, niet waar, de extra ruimte die ontstaan was vrij snel vulde. Maar na 1870 is het zo dat door de technologische industriële ontwikkeling, niet waar, de extra productie zo ruim werd dat die Malthusiaanse valkuil niet meer werkte. Dat we zeggen, we konden niet zo snel kinderen krijgen, waardoor eigenlijk het totale welvaartsniveau vanaf 1870 op een historisch unieke manier begint te stijgen. En dat proces heeft zich doorgezet tot ver in de 20e eeuw natuurlijk. Ja, waar je dan de grens trekt, dat is natuurlijk ook weer een betrekkelijke arbitrair. Maar hij trekt hem pas dus in het begin van de 21e eeuw. Maar in zijn boek gaat, dat er de kern daarvan is een analyse van de samenhang tussen politiek enerzijds en economisch beleid anderzijds. Heel aardig boek, er zijn ook wel onderdelen van die ik wat minder op prijs stel, maar over de hele linie is het een bijzonder aardig boek. Interessant. Daar kun je misschien nog een keer een aflevering aan besteden, toch? Ja, dat wil ik best doen. Als ik het helemaal uit heb, dan wil ik best eens een haarfijn uitleggen wat ik ervan vind en in hoeverre zijn hypotheses naar mijn gevoel juist zijn en in hoeverre je er ook her en der wel twijfels bij kunt hebben. Dan hebben we Luc van Poppel, die zegt: als Nederlandse oud-student in Antwerpen ben ik erg geïnteresseerd in de Vlaamse afscheidingsbewegingen, zoals Vlaams Belang en in mindere mate ook de N-VA. Zou je daar eens je licht op willen laten schijnen over de opkomst en de hedendaagse praktijken van vooral Vlaams Belang? Ja, dat is op zichzelf wel interessant natuurlijk. Dat België sowieso een vrij eigenaardig land is, omdat het eigenlijk geen land is. Maar een zonderlinge verzameling van mensen die verschillende talen spreken, want die alleen bij elkaar gehouden wordt door een vorstenhuis. Ik moet daar eens over denken of ik dat wel interessant genoeg vind. Ik heb altijd die hele taalstrijd nogal een kinderachtige onderneming gevonden. Okay. Maar misschien zie ik dat helemaal verkeerd. Okay. Even kijken, ja, dan is nog de vraag waar wij het in december, dan is er weer een live podcast, ofwel een onderwerp weten. Daar komen ook verschillende vragen over binnen. En hebben ze suggesties? Of? Nou ja, wat onder andere nog genoemd wordt is de oorlog in Irak. Dat is misschien wel erg specifiek. En jij hebt het gehad over de ontwikkelingen in Amerika. Om daar eens wat dieper op in te gaan, misschien wel met één specifiek onderwerp eruit gelicht, omdat de midterms dan ook voorbij zijn. Ja, dat wil ik best doen. Met name misschien om eens te laten zien dat het natuurlijk die verwildering van de Republikeinse Partij, of de radicalisering van de Republikeinse Partij, dat die eigenlijk al meer dan een kwart eeuw geleden begonnen is. En waarom die begonnen is en waarom ze ermee door zijn gegaan. En hoe dat bijvoorbeeld tenslotte een volstrekte halve gang als Donald Trump kon opleveren. Waar ze aanvankelijk zelf ook wel van vonden dat het misschien niet zo gelukkig was, maar ze hebben er handig van geprofiteerd. Dus daar wil ik best iets over zeggen, ja, zeker. Oké, dat is interessant. Het wordt ook nog door Fred, wordt dit, die komt uit Tilburg trouwens, en die zegt: misschien kunnen jullie het hebben over de redenen waarom België zich heeft losgemaakt van Nederland.
Ja, dat is ook wel. Nou goed, dat is vrij bekend, omdat die landen eigenlijk in allerlei opzichten ook qua maatschappelijke ontwikkeling totaal niet bij elkaar pasten. En die Belgen natuurlijk toch het gevoel hadden dat ze door Willem de Eerste, wat nogal een autocratische figuur was, wel uiteindelijk onderdrukt werden. Dat zal ze een beetje de hoofdreden zijn geweest, maar daar kunnen we wel eens naar kijken, dat wel, ja. Oké, okay, maar als ik je nu zo hoor... Ja? Dat is niet, vind ik, niet een onderwerp om eens avondvullend aan te pakken. Dat kan ik me voorstellen. Oké, okay, dan houden we het nu even op Amerika en we horen wel wat mensen daarvan vinden. Overigens, linkje staat in de beschrijving als je daarbij wil zijn. 13 december is het, als ik me niet vergis. 13 december alweer, oké, okay, ja. Ja. Geloof, ik heb het wel genoteerd volgens mij. Ik hoop het, want anders dan hebben we geen programma. Ja. Even kijken. Ja. Floor Nanninga, nog even tot slot, die zegt, Maarten, bestaat je leesclub nog? En zo ja, mag ik daar lid van worden? Ja, mijn leesclub die bestaat nog steeds en die is heel actief. Die had het natuurlijk moeilijk een beetje in de COVID-tijd, maar over de, nee, daar is nog helemaal niks mis mee. En als zij daar lid van wil worden, dan moet ze in principe, ja, kijk, als ik zeg ja, dat kan, dan heb je natuurlijk een kans dat er plotseling 65 mensen lid van willen worden. Maar dat want ze moet wel af en toe hele dikke boeken lezen. Ja, maar dat zegt ze ook. Daar heeft ze erbij gezegd. Ze zegt, ik ben een rommelige lezer. Vaak begin ik aan net uitgekomen boeken die me ook vaak nogal teleurstellen. En daarom ben ik al geruime tijd van plan om de klassiekers te gaan lezen, die het oordeel van de tijd hebben doorstaan. Ik ben redelijk op de hoogte van de 19e-eeuwse Russische literatuur. Ja, nou ja, wij hebben ook de gewoonte gemaakt van het lezen van klassiekers. Waarvan dus eigenlijk inderdaad al bewezen is dat het klassiekers zijn en een reden waarom. Soms stellen die trouwens teleur en soms zijn ze even geweldig als je van een klassieker zou moeten verwachten. Maar ik zou zeggen, laat ze aan jou, via dat kanaal van jou, haar adresgegevens en zo doorgeven. En die stuur jij dan weer naar mij toe. Wat dacht je daarvan? Dat lijkt me een fantastisch idee. Overigens kreeg ik ook nog een berichtje van Lucas Daalder van BlackRock. En die wil wel een keer uitleggen hoe het precies zit met short gaan en zo. En wat daar in deze tijd de voor- en de nadelen van zijn. Ja, al zou ik nogmaals willen attenderen op de fantastische film The Big Short. Waar ook Brad Pitt een bijzonder aardige rol in speelt. Ja, oké. Okay, bij deze. Hé, wat ga je van de week nog doen allemaal? Ik ga dat boek uitlezen. En ik ga mij voorbereiden op het feit dat ik samen met mijn broer zo'n programma over Texel ga maken. Dat lijkt me toch wel heel speciaal, omdat het toch een soort van second home is. Ja, ik moet me even verdiepen in de Texelse visserij, in de zogenaamde reden van Texel, een heel interessant fenomeen, en in de walvisvaart vanuit Texel. Want die is vrij omvangrijk geweest in de loop der jaren. Ja, in de loop der jaren, we hebben het dan over de 17e en 18e eeuw. Oké, okay, dan ga je het ook over de oostelijke gele kwikstaart hebben? Nee, de oostelijke gele kwikstaart krijgt geen speciale aandacht in onze uitzending. Althans, daar ziet het nu niet naar uit. Oké, okay. En waarom niet? Nou ja, omdat de oostelijke gele kwikstaart door mij nog niet gesignaleerd is. Dus, ik weet niet, kwikstaart, dat is toch voornamelijk het voorjaar. Die stijgen toch jubelend op uit de akker. Ja, maar dan staan ze toch altijd bij Kokkersdorp, staan ze met van die verrekijkers op van die paaltjes, staan ze daarna te kijken. Ja, je hebt hier nog alles zitten. Komt hier vrij vaak voor dat je zo'n groepje met van die verregende lui ziet met van die kijkers. En dan is er een of andere unieke dwaalgast is er dan gesignaleerd. En je weet, ja, dat zij moet ook aftikken, hè. We hebben ooit bij de slimste mens hebben we een man gehad die ik geloof ik 4.500 verschillende vogels had gezien in zijn leven. Ik weet niet of die zo ook zo vermoeid was dat hij niet goed gespeeld heeft. Dat ben ik nou even vergeten hoe dat zat. Okay. Maar ja, denk ik, ook daar heb je ook een soort competitief gedoe van hoeveel van die verschillende dieren je gezien hebt. Ja. Omdat natuurlijk heel veel echte vogelkenners hebben natuurlijk al heel snel alle gangbare vogels in Nederland voor de lens gehad of voor de kijker gehad. Ja, nou volgens mij is nu ook weer het Dutch Birding najaarsweekend, waar die mensen allemaal op afkomen. Die gaan dan naar die gele kokstaart of die kwikstaart kijken. Ja, maar ik ben wel erg gelukkig met de ganzen. Want de ganzen zijn, zoals je weet, gezellige praters.
Dus ook als de schemering valt, dan zitten ze nog op het maïsveld hier aan de overkant. En dan zitten ze daar gezellig te praten. En tenslotte gaan ze ineens allemaal, gaan ze de lucht in. Dan gaan ze volgens mij slapen op een meertje ergens verderop. Ik ben erg van de ganzen. Ja. En de postcodeprijs is ook gevallen op Texel, hè? Dus het is wat dat betreft wel... het is een, wat? Welke prijs? Ja, de postcode miljoenenjachtprijs. Die is daar gevallen. Oh jeetje. Oh, nou ja, ik hoop dat die mensen er gelukkig mee zijn. Ja, ja. En even denken. Oh ja, die man van die teletext. Wat zal ik die laten weten? Want die stuurde ook nog een bericht. Of we daar naartoe willen. Ja, in principe sta ik zeer sympathiek. Zoals iedereen weet ten opzichte van teletext. Laten we dat nog even bekijken wanneer dat is en hoe dat dan zou moeten. Ja, dat kunnen we zelf bepalen. Want dan moeten we naar Hilversum toe. Naar het Mediapark. Want daar zit hij. Ah. Maar ja, dan... Nou ja, we moeten even kijken of dat ook zin heeft om daar te zitten. Ik bedoel, niet dat de koffie, niet dat de koffie niet ongetwijfeld ontzettend lekker is en de stroopwafels. Maar laten we dat nog even overleggen, oké? Okay? Dat is goed, dat is goed. Oké, okay. Nou, het ging hartstikke goed volgens mij. De kwaliteit was prima. Ah, goed zo. Dus laat ik de luisteraars ook even laten weten wat ze van de kwaliteit van het geluid vonden. Ja, het is dus niet dat iemand moet schrijven, de stem van Maarten gaat wel heel snel achteruit. Maar het is gewoon omdat we via de telefoonverbinding nu contact hebben. Dus. Ja, zo is het. Nederlandse telefoon. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes. Mijn naam is Julian Jachtenberg en mijn missie is om Nederland beter te helpen slapen. In de podcast van C-Level ga jij leren welke praktische tips je deze week nog kan toepassen om de beste nachtrust ooit te ervaren. Check de link in de show notes en slaap lekker.